De vraag van Evi, is het soms niet irritant om door elkaar te worden gehaald? Nou, het is niet helemaal irritant, want we zijn er nu wel aan gewend. Maar ja, in het begin, nou dat weet ik eigenlijk niet meer wat in het begin was, want dat ben ik vergeten. Het is al zo lang geleden dat we een tweeling als tweeling werden geboren, dus... Nou ja, ik vind het niet heel irritant. Ik moet er soms gewoon meestal wel om lachen. Nou, ik heb hier een vraag van Jason. Hij vraagt, met dubbele punt, heb je een vriendje? Nou, Jason, ik ga iets heel spannends... ik ga iets heel spannends vertellen. Nee, en zij ook niet. Dus we zijn allebei happy single. Een vraag van Tamara. En die vraagt, hebben jullie bepaalde rituelen voordat jullie opgaan? Nou, heb je dat? Een schouderklopje en een grafje. Nee, we hebben niks. We hebben eigenlijk helemaal niks. Alleen, we geven elkaar soms even een knuffel en dan gaan we op. Als we met z'n tweeën moeten. Maar nee, eigenlijk niet. We gaan er gewoon voor. En we denken, we laten ze een poepje ruiken. En we denken gewoon dat iedereen daar in zijn onderbroek staat. En dan hoef je ook niet zenuwachtig te zijn. Dus dat is een tip voor de volgende keer als je ook moet optreden bijvoorbeeld. Denk maar gewoon aan iets grappigs. Dat iedereen bijvoorbeeld in zijn onderbroek staat. Dan staat die voor gek en jij niet. En je vindt het leuk om te doen dus. Volgende vraag is van Mandy. Wat? Dat is gewoon een coole naam hoor. Oké, hij is van Mandy. Hoe hadden jullie geheten als jullie een jongen waren? Dat is een hele goede vraag en dat weten we ook echt, want dat heeft onze moeder tegen ons gezegd. Ik zou Koen heten en ik Jeroen, dus het ruimt. Hè. Nou, dat betekent degene die... De eerste die geboren zou worden, zou dan Koen heten. Want dat vonden mijn vader en moeder een leuke naam. Daarom hebben ze dat ook bedacht. Dus ik zou Koen heten. Milene zou Koen heten. En Rosanne zou Jeroen heten. Dus, wat doen jullie het liefst met jullie vriendinnen, behalve lol maken? Nou, lol maken? Nou, eigenlijk doen we dan verder niks. Jawel. Nee, we gaan heel vaak shoppen. En, nou ja, shoppen. We gaan heel vaak winkelen. En we gaan afspreken. Ook, ja, we spreken heel vaak dan af in het weekend meestal, want anders hebben we geen tijd. En we gaan ook heel vaak een meidendag doen. Dat gaan we ook in de kerstvakantie gaan we ook een meidendag doen. En dan met allemaal maskertjes en nagels lakken en naar een meidenfilm kijken. Ja, allemaal hele leuke dingen. De volgende vraag is van Chantal. Hebben jullie al een leuke jongen gezien daar? Nou, zoveel leuke jongens, maar nee. Niet om verliefd op te worden. Als je dat soms bedoelt. Aardige jongens. Oké, volgende vraag. Is van Nesrin. Waar houden jullie meer van? Dansen of zingen? Nou, eigenlijk kunnen we niet kiezen. Dus. Ja, we kunnen niet kiezen. Tenminste, ik kan niet kiezen. Van Brittany. Zijn jullie zenuwachtig voor de finale? Nou, dat weten we eigenlijk nu nog niet. Maar misschien later wel. Dus, als we dan er bijna zijn. Maar nu nog niet. En de volgende vraag is van Summer. Summer. In welk land zouden jullie het liefst de finale hebben? Nou, het liefst in een ver land. Want dan ben je lekker ver van Nederland. En dan heb je een lekkere lange vliegtuig en zo. Dus ben je het verst weg van school. En we vinden... Ja, we vinden wat we hier zijn ook al heel leuk. We vinden een heel leuk land. Omdat Raven natuurlijk heeft gewonnen. En gewoon, dat is gewoon dat je dan een eer hebt dat Nederland hier al een keer heeft gewonnen. Ja. Dus. Nou, en hebben jullie nou ook een vraag voor ons? Ga dan naar juniorsongfestival.afro.nl. Nou, dat was het voor vandaag. Doei!